Jos Verstappen in gesprek na afloop van de race. Jos, je ziet er goed uit. Is het goed gegaan? Ja, ik had weinig problemen met de nek, dus op dat opzicht ben ik wel tevreden. Ook de tactiek, hè, is volgens mij precies gelopen zoals je wilde. Je had misschien nog wel wat eerder verder naar voren gewild, maar toch voor je teammaatje. Ja, nou, ik moet zeggen, de auto was zo ongelooflijk moeilijk te besturen. Het is alleen maar glijden, glijden, glijden. Het is net als je op een ijsbaan rijdt. Dus het was een hele moeilijke race, denk ik. En nou, we hebben hem uitgereden. Ik denk dat dat het belangrijkste was. En meer zat er toch niet in. Het was wel een fantastische race, hè? Wat gebeurde er veel? Heb jij die meneer ook nog gezien die op de straat liep daar? Ja, nou, die kwam ik tegen. Maar hij wou net voor mijn auto bijna over. Dat je zulke gekke mensen, dat die daar bestaan. Dat snap je niet. Maar met samen geld wordt hij wel aangereden. Er wordt hier wel eens gesproken van, op dat soort momenten zou je zo'n race eigenlijk moeten stoppen als dat gebeurt. Want als er één doorkomt, kunnen er meer door. Wat vind jij? Ja, je weet natuurlijk niet hoe het precies allemaal gaat. Dus dat zou ik ten eerste moeten bekijken. Maar ja, het is ongelooflijk dat zoiets kan gebeuren. We gaan zo meteen naar Hockenheim over 14 dagen. Is het probleem dan opgelost met je nek, hoop je? Laat het hopen. We gaan in ieder geval alles aan doen om het op te lossen. Maar ik moet zeggen, in de race zelf had ik weinig problemen. En dat is natuurlijk wel, dat is goed.